Deze man staat op links bakken. Ik kan je laten vriezen met de verse akka. Verdediger en sterke manna. Ik had een battle met hem, hij gaf me bijna een panna. Hij speelt bij PSV altijd in de basis. En laat tegenstanders zien wie de baas is. One, two, interview. Hoe zeg ik jouw naam eigenlijk? Harry J. de Jong. Kijk, dat is officieel bevestigd. Harry J. de Jong, oftewel... Harry. Harry. Of Titi. Maak je Harry. Het staat alsof je mij wil hoeken, man. Nee, toch? Je staat in de stare down, man. Wil je stare down? Nee. Ik durf niet. Deze neus, hè, toch? Wat voor type voetballer ben je eigenlijk? Ik weet het maar, leg even uit. Ik ben een technische voetballer. Ik hou van om van achter naar voren te dribbelen. En één tegen één kan ik ook wel mijn ding doen verdedigen. Maar ik ben meer een opkomende back. Je bent linksback, linksbenig. Wat zijn nou punten waar je nog beter in moet worden? Binnenkant dekken, buitenkant dekken. Ik heb net de overgang gemaakt van linksback van linksbuiten naar linksback. Dus ja, ik had er moeite mee, gaat wel beter. Kijk je terug naar de wedstrijden of ben je hiermee bezig? Je hebt beelden en je hebt ook heel veel trainers hier. Je hebt Van Bommel, André Ooyen. Maar ja, ze kunnen je helpen. Wat zijn je sterke punten? Mijn sterke punten zijn, ik kan een goede actie maken, opkomen. Ik kan mijn man 1 tegen 1 uitschakelen, verdedigend. En af en toe een doelpuntje meepikken. Ja. Je krijgt 30 seconden de tijd om zoveel mogelijk clubs uit de Bundesliga te noemen. Okay. De tijd gaat nu in. Stuttgart, Gladbach, Schalke, Leipzig, München, Dortmund, Mainz, Hoffenheim, Werder Bremen, St. Pauli. 15 seconden. Frankfurt. Hertha, spelen ze nog eerste? Hertha. Stop de tijd. 12 stuks. Ik moet je eerlijk zeggen, van de helft weet ik niet of ze in de Bundesliga spelen. Ik heb mijn huiswerk niet echt goed gedaan volgens mij. Nou, sowieso. Ik gun je 12 dan. Waar voetbal jij, denk je, als je 30 bent? Ik weet het echt niet, man. Ik kan het niet. Het kan toch? Het kan ook zijn dat je er niet mee bezig bent. Nee, ik ben er wel mee bezig, maar ik eerst de eerste stap maken en zo verder denken, denk ik. De man heeft gesproken. De man heeft gesproken. De voetbalnamenserie. Noem binnen de 30 seconden 5 namen bij hun achternaam. Stel je voor, je zegt bijvoorbeeld Pogba, dan eindigt Pogba op de letter A. En de volgende naam moet met de letter A beginnen, dan zeg je bijvoorbeeld Asensio. Doe het ook lekker mee. Kijk of je het ook redt. Binnen 30 seconden 5 namen. 3, 2, 1, go! Iniesta, Asensio, Oman van Everton, Oman, Nasri, Iturraspe. Stop, we zijn er 5. Wie zei als laatste? Iturraspe. Niemand kent hem. Die van Bilbao toch? Bro, je noemt een speler van Everton en een speler van Bilbao. Ja, komt je zet mij hier voor schaak, je zet mij in een schets. Nu lijkt ik dom dat ik geen voetbalkennis heb. Nee toch, het is gewoon... Kijk voetbal. 27.39. Dit is een nieuw wereldrecord. Ik ben de eerste die meedoet. Oh, yeah. Je hebt wat in je handen. Ja, man. Het is tijd voor FC Gun Iets. Ja man, je hebt iets meegenomen voor de kijkers. Je eigen patta. Ja. Er staat je naam op. Ik zie een Belgische vlag en ik zie een andere vlag. Wat is dat? Het is Congolese vlag. Okay. Dat is mijn afkomst. Ben je half-half of je bent geboren in België? Geboren in België en beide ouders Congolese. Deze kan je winnen. Kijk, je kan niet altijd winnen, je kan wel altijd meedoen. Wat moet je daarvoor doen? Like deze video sowieso. Abonneer, anders ben je geen voetballer meer. En laat een originele rijm in de comments achter. Een rijm kan bijvoorbeeld zijn, ik wil deze patas, want ik heb verse akka's. Wie weet win je dan? Laat het hier weten, beneden in de comments.
3, 4, let's ask some more. Assist of een goal? Een goal. Waarom? Ja, je maakt hem, hè. Ja, jij bent degene die hem erin schiet. Je team heeft het wel voorbereid, maar je hebt het gemaakt. Vraag 1. Denk je dat je alle vragen goed gaat beantwoorden? Nee. Ja. 2. Zlatan is het meest fan van Ronaldo Luis Nazario de Lima, oftewel de Braziliaanse Ronaldo. Ja. Schrijf je Rakitic met 6 letters? Nee. Ja. Ronaldinho speelde voor PSG, Barça en AC Milan. Klopt, ja. Iniesta gaat spelen in Japan. Ja, maar dat van Rakitic is niet waar. Vraag 5. Heb je goed. Iniesta gaat spelen in Japan. Vraag 4. Ronaldinho speelde voor PSG, Barça en AC Milan. Ja, dat klopt. Die heb je ook goed. Schrijf je Rakitic met 6 letters? 5. Met 5? Ja. Nee, met 7. Oh. Maar je zei nee, dus dat is goed antwoord. Zlatan is het meest fan van Ronaldo Luis Nazario de Lima. Ja. Zei je? Ja. Dat klopt. Mm-hmm. De eerste vraag was, denk je dat je ze allemaal goed gaat hebben? Ja. Dus heb je de 5 goed. Nieuwe wereld gekocht. Wie vind jij de beste verdediger, middenvelder, aanvaller van de wereld? Je zou denken Marcelo, maar ik zeg Alaba. Modric. Messi. Nee, Thiago Messi. Ik vond het mooi verdeeld. Eentje van Bayern München, eentje van Madrid, eentje van Barça. Maar last minute ging opeens jouw Barça hard ging kloppen. Ja, Thiago Messi. Trouwens, Thiago speelt niet meer bij Barça. Het is wel Bayern München. Wat is je ultieme droom? Ik denk om de Champions League te winnen. Ja. En dan ook alles spelen. Niet op de bak of zo. Palend zijn. Ja, zeker. Zeg maar, dit is Marcelo. Juist. Assist of goal, maakt niet uit. Gewoon winnen. De man heeft gespeeld. Ready? Ready. Kom op, energie. Ik wil energie zien, Nessa. Let's go. Hey, you ready? Ja, toch. Oké. Okay. Ik ga zo meteen een naam opnoemen. En jij moet hem uitspreken van achter naar voren. Ik begin met Messi. Isam. Griezmann. Oba. Hey. Naam Rizg. Nog één keer. Naam Zrig. Ja. Nam Zerg. Oba. Oké. Balotelli. Tolab. Je Tolab? Ile Tolab. Ja toch. Sterk hoor. Nee man. Nee. Deze man kan snel omschakelen. Ik weet niet of je mee hebt gedaan, maar deze man kan snel omschakelen. Je houdt van spieken. Af en toe moet je naar de tegenstanders kijken en dan moet je misschien een beetje lip lezen. Om te weten wat ze zeggen. Soms doen ze niet die hand voor hun mond, snap je? Ik ga zo meteen iets zeggen, zonder geluid te maken. Jij moet raden wat ik zeg. Ik ga je helpen. Het zijn spelersnamen. Zo. Nu mag ik het laatste goed. Je wil luisteren? Ik maak geen geluid. Doe dat. Eindigde met I. Ik ga je helpen, ja? Ja. Suarez. Zo. Chat, ik hoorde Tupac. Ik ga nou weer een andere doen. Aubameyang. Hey! Hehe. Aubameyang. 5-6. Show some tricks. Wie als eerste de crossbar raakt. Steen, papier, schaar, wie er mag beginnen. Steen, papier, schaar. Tuurlijk ga ik beginnen. Als ik hem nu raak, is gelijk klaar. Je moet rustig blijven, bro. Je moet rustig blijven. Weet je wat Ronaldo altijd zegt? Kalma. De no-look crossbar challenge. Degene die hem als eerste raakt, heeft gewonnen. Wel no-look. Steen, papier, schaar. Mag beginnen. Haha, lekker. Even kijken wie de beste aanname heeft. Ik heb een poll rechtsboven in beeld. Even kijken, rechtsboven is daar. Ja, daar zo. Rechtsboven kan je stemmen wie de beste aanname heeft. Harry of Toezie? Toezie, zeg ik nou Toezie?
10 rondjes draaien, ik schiet de bal in de lucht in en dan moet hij aannemen. Ben je ready? 8, 9, 10. Hoppa. Hoppa. 1. Oh! Het was wel een gekke touch. Vrouw. Je bent dizzy? Ja, man. Ik vond, je deed gek, je deed uit de lucht en hij was misschien niet gelijk op de grond, maar hij was wel controle. Trouwens wel niet zo'n goede aanname, je moet voor mij stemmen. Ja. 6, 7, 8, 9, 10. Hey. Ah, zo makkelijk, zo makkelijk. Oh, tussen. Ik raak hem gewoon op mijn scheen, hoe dan? Hij ging weg, hè? Was je dizzy? Ik was dizzy, dat is het probleem. Je mogen beslissen. Ik heb gewoon het toch. Stem op Toeza, je toch? Ik was extra dizzy, hij gaf die extra touch daarom. Kun je indraaien? Ja. Maar ben je beter dan ik? Gewoon zien. Is het beter dan mij of beter dan ik? Dan ik. Je gaat naar school en zo. Tuurlijk. Ik ga niet meer naar school. Oh, oh. Ja. Steen, papier, schaar, wie er mag beginnen? Steen, papier, schaar. Winnaar. Ja. Je moet nadenken, je bent links toch? Nu moet je buitenkant links doen. Oké, okay, let's go. Oké, gewoon alleen maar kijken, alleen maar kijken. Steven, je had hem gemist. Zou, nee, ik, dan, zou ik dan zeg maar... Doe maar niet. Zo. Ja! 2-1. We gaan two-touch spelen met een thema. Verplicht 2 keer raken en je moet iets benoemen van het thema PSV. Dat kan een speler zijn, een coach, maar ook andere dingen. Als het maar met PSV te maken heeft. Verplicht 2 keer raken, de verliezer krijgt een piek op de oor. Cocu. Net van Bommel. Oei! Is moeilijk en nadenken en hoog houden het gelijk. Is moeilijk. Two-touch, verplicht 2 keer raken met een thema. Maar jij mag die thema dit keer uitkiezen. Nederland. Cruijff. Van Basten. Van Hanegem. Cocu. 88. Wereldkampioen. Wat? Oh, ja. Ik dacht, jij me niet gewoon, man. Ja, bijna in 2010 en ergens in 1974. Maar nu niet, man. Maar ik dacht, Cruijff had hem gewonnen, man. Nee. Wat wil je, een bakka of wil je een nee, piek op je oor? Nee, doe maar die piek. Dit keer ga ik... Doe het een die spanning. 7-8. Let's celebrate. Nine, ten. This is the end.